Het is weer ouderwets druk in de stad, want er worden van allerlei dingen georganiseerd. Zo ook in de Scheltema, want vandaag is het Winterbierfestival. Wat maakt nou een winterbier een echt winterbier? Nou, ik vind dat een winterbier echt een mooie warme smaak moet hebben. Ook een beetje verwarmend juist moet zijn in de winter. Nat, guur. Dat moet wel wat hoger in de alcohol zitten. Winterbier mag voor mij ook best wel rokerig zijn. Een beetje denk aan de stormen die we 2 weken geleden hadden. Een bier wat op een rokerig whiskyvat heeft gelegen. Wil jij per se warm worden van bier? Ja, dat is wel hoe mensen winterbier omschrijven. Dat je er een beetje warm van wordt. Maar. Het moet gewoon een complexe, mooie, robuuste smaak hebben. Een ijsbeer die kan natuurlijk geen warm bier tappen. Kaneel en koriander en een beetje kruidnagel. En dat maakt nou echt wel een bier, een winterbier, vind ik zelf. Is dat de hersbok die ik heb? Ja, hoe smaakt het? Je hebt hem net ook geroken en geproefd. Ik ga hem heel eerlijk gezegd dadelijk weggooien op het toilet, want ik vind hem heel vies. Speculaasbier, die vind ik ook heel erg lekker. Aanrader. Moet je ook doen, zeker weten. Die hebt met een bakker omgedraaid of zoiets. Weet ik veel wat hij allemaal vertelde. Maar heel goed. Maar je kijkt dus wel ook naar wat er wordt verteld bij het bier. Of gaat het meer om het drinken? Nee, dat vind ik allebei leuk. De langste man van Nederland. Ja, dat klopt. 2,23. Bier is persoonlijk. Bier is smaak is persoonlijk. Ja, wat moet je ermee? Ja. Proost. Ja, cheers. Goeie stout. Stoute bier, zeg maar. Lekker. Als normaal bier denkt, dan denk je, hey. Maar die stouten, die gaan wat dieper. En kan je eens voordoen hoe jij dit goed gaat proeven nu? Hoe zou jij dat doen? Je kan toch niet in je blote bibs gaan rondlopen, dat ze raar zijn. Na 5 dagen oorlog is er in Oekraïne een enorm gebrek aan producten ontstaan. Ondernemer Ronald Laporte wil iets voor de getroffenen in het gebied doen en bedacht een inzamelingsactie. Ik zat gisteren op de bank en ook een beetje in het zonnetje, net als iedereen. En toen zag ik iedereen zo blij zijn dat de horeca weer open is en zo. En toen dacht ik, ja, toen zag ik op Twitter aan de andere kant beelden van 100, 200.000 vrouwen die 25 uur lopen met hun kind en die eigenlijk niks hebben. Toen dacht ik, ja, wacht even, hier gaat volgens mij iets mis. Dus ik heb gezegd, joh, ik rij naar Sittard. Ik zag op LinkedIn een dame die een treintje gaat vormen richting de Poolse grensstreek met Oekraïne. En ik zeg, nou weet je wat, ik ga gewoon een busje volgooien en ik rij erheen. Maar ja, dan kan ik met mijn eigen spullen gaan rijden, maar dan heb ik liever nog wat spullen erbij. Nou, dat is iets uit de hand gelopen. Dus ik heb inmiddels en een grotere auto. Maar daar gaan we ook niet mee redden, dus we gaan de actie uitbreiden. En we gaan ook containers neerzetten op de Haagweg. We gaan DZB gaat de spullen sorteren. En we zijn nog bezig met een verhuisbedrijf om te kijken of we het vanuit DZB naar Sittard kunnen transporteren. Dat er eigenlijk elke dag een vrachtwagen heen gaat. Dus we gaan het iets optillen, want blijkbaar is het voor heel veel mensen een belangrijk ding. En nou, je ziet het komt uit alle hoeken en gaten. Wat heb jij er net ingegooid? Alleen luiers en ja, kleine kledingstukken. En wat gaat er gebeuren met die luiers? Nou, volgens mij gaan ze naar Oekraïne. En die worden naar mensen verstuurd die geen luiers hebben. Nou, we zagen de oproep en toen dachten we, ja, we moeten ook even bijdragen. Ja, buren bijgedragen, nog extra zakken in de tuin neergelegd. Dus eigenlijk iedereen die wil wel meehelpen. De actie is een groot succes. Laporte zamelt een stuk meer in dan hij had verwacht. We moeten gewoon een verhuisbedrijf vinden, en die zijn we nou aan het bellen, die elke dag gewoon een vrachtwagen wil sturen. Wat vind je ervan dat het zo'n succes is? Ja, leuk toch? Maar dit is ook wel Leiden. Dit is natuurlijk, iedereen kent elkaar hier. En blijkbaar was dit het setje wat we even nodig hadden. Nou, je ziet dus onze preparateur Becky. En die is druk bezig met het prepareren van een rode ibis. Dat is een vogel die afgelopen herfst in oktober is gevonden in de zee, bij Egmond aan Zee. En die is door een kitesurfer naar Naturalis gebracht. En die zijn we dus nu klaar aan het maken, zodat die toegevoegd kan worden aan onze wetenschappelijke collectie. Ik heb hem inderdaad gevonden in de Noordzee, ter hoogte van Egmond aan Zee. Zo'n 2 kilometer uit de kant tijdens het kitesurfen. En ik vond het iets raars. Ik dacht, wat ligt daar voor iets raars in het water? En toen pakte ik het op en toen zag ik dat het de rode ibis was. En aan de hand van dat hij al eerder in de polder bij Alkmaar was gespot, had ik hem meegenomen.
Deze die wordt toegevoegd aan onze afdeling vogels. En daarom wordt hij dus ook niet opgezet. Hij wordt juist kleiner gemaakt, zodat je er heel veel bij elkaar in een doos of een la kan stoppen. Maar dat betekent dus wel dat we er heel veel kunnen herbergen. We hebben 42 miljoen objecten in die toren, dus je kan je voorstellen dat het een beetje proppen wordt zo langzamerhand. De veren, de lange snavel, de lange pootjes. Wat vind je mooi? De snavel. Wil jij ook wel zo'n snaveltje? Nee. Nee? Lieve mensen, hier is Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. Hou de bel in de gaten, want ik kom eraan en ik ga dan vragen aan jou. Hoe schoon is jouw pot? Die ga ik natuurlijk inspecteren en daarna gaan we praten over het leven en de zin van het bestaan. Hou je bel in de gaten, want Corrie komt eraan. Doegie! Ik ga het hier even aanbellen bij dit schattige hofje in Leiden, zijn we. Hopen we natuurlijk wel dat er iemand thuis is. Ik denk dat u op de pot zit. Goedemorgen, ik ben Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. En ik heb een vraag. Hoe schoon is uw pot? Hoe schoon mijn pot is? Ja. Ik denk wel schoon. Zou ik die even mogen inspecteren, dat we daarna even praten over het leven en de zin van het bestaan? Ja, mag wel. Nou, het lijkt mij, ik ben helemaal wel nieuwsgierig. Gaan we eens even kijken naar het potje. Hij is daarachter. Hij is daarachter. Nou, dit is de eerste pot die Corrie gaat inspecteren van het nieuwe programma van Sleutelstad. Eens even kijken waar een lampje zit. Nou, ik vind het een fantastisch potje. Alleen het papier is bijna op, ziet ik. Eens even kijken. Oh, dat is een heerlijk schoon potje hoor. Deze meneer krijgt een 10. En ik zie het al hoor. Hij is heerlijk schoon met een lekker luchtje en de leuke fotootjes. Zo, kijk nou toch eens even, de zanger is hangt er ook. Heerlijk hoor. Nou, ik vind hem fantastisch. Wat zijn uw favoriete hobby's? Mijn favoriete hobby's? Plaatjes draaien denk ik. Ja, ik vind het heel leuk om plaatjes te draaien. Nou, dat lijkt me zo'n hartstikke leuke hobby. Ja. Muziek is altijd leuk. U had het over plaatjes draaien, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, dat wordt er niet bij bewogen, niks natuurlijk. Daar gaan die kilo's er niet af. Wat heb je nog meer dan voor hobby's? Ik hou ook van hardlopen. Dat doe ik ook veel. Dus, en doe je dat dan alleen of doe je dat samen? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ik doe het meestal wel alleen. Alhoewel ik ook sinds anderhalf jaar nu, of bijna al twee jaar al eigenlijk, bijna... ben ik ook buddy bij Running Blind. Dus dan ren ik met blinde mensen. Of mensen die slecht zien. Dus dan help ik hen om te kunnen rennen. En dat is wel heel tof. Fantastisch! Ja, ik was twee weken geleden ben ik op Terschelling geweest. Daar ga ik altijd naartoe. Dat is een hardloopwedstrijd, dat heet de Berenloop. En die hebben we nu weer gedaan. Maar ik heb nu als buddy gelopen voor iemand. Dus met iemand samen. Ja. Wat fantastisch is dat. Dat is echt leuk. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit babbeltje. Ja. En ik wens je nog een heel, heel, heel lekker goed weekend. Ja, nou dankjewel. En veel succes met je klus. Ga je alle potten in Leiden inspecteren? Ik ga alle potten in Leiden inspecteren, want Corrie is dolle potten. Dit was het eerste adressie, mensen. Tot de volgende keer maar weer. Ciao, ciao.